Dit is het nieuws van vrijdag 3 april. Goed bericht voor de automobilist. Vandaag is de rotonde Diependaalse Laan Loosdrechtse Weg bijna een week eerder open dan gepland. In de afgelopen 5 weken is de rotonde omgebouwd tot een voorkeuzerotonde. De hoge middengeleider is opgeruimd en de weg heeft een nieuwe toplaag asfalt gekregen. Wil Kamer, bereikbaarheidscoördinator van de gemeente Hilversum, legt uit waarom de opening eerder is dan verwacht. Ja, waarom? We zijn blij dat hij eerder open is. De aannemer had de tijd tot Pasen. We hebben mooi weer gehad en we zijn gewoon bijna een week eerder klaar. De aannemer heeft een bord neergezet. Sorry, we zijn een week eerder klaar. Ja, we zijn gewoon er blij mee. En krijgen we nog te maken met andere wegomleggingen? Dit is klaar. Moest voor Pasen klaar zijn. Want de dag na Pasen, dan gaan we grootschalig aan de slag op de ring Noordwest, zeg maar. Tussen het Mediapark en het Havenkwartier worden alle grote kruisingen op dat stuk van de ring aangepakt. Maar in feite alle wegvakken ook nog eens een keertje. Geert van Mesdagweg krijgt asfalt. Kruisingen worden sowieso aangepakt. In de Krugerbocht komen vrijliggende fietspaden. Het hele traject gaat op de schop tussen half april dus en november. Hopelijk kan de gemeente de volgende keer weer zo'n bord laten zien. Alweer een buurtsuper gesneuveld in Hilversum. Eerder dan verwacht werden de deuren van de Spar aan de Gijsbrecht van Amstelstraat gesloten. Volgens eigenaar Gerard Postma was de huur te hoog en de omzet te laag. Om verdere kosten te besparen was sluiting onvermijdelijk. Wat kunnen Hilversummers doen om elkaar door de recessie te helpen? Dit was de vraag die centraal stond in de discussiebijeenkomst gisteravond op het raadhuis in Hilversum. Dit initiatief van de PvdA-fractie bestond uit deskundige sprekers, waaronder wethouder Jan Rensen. Zij lieten hun licht schijnen over de gevolgen van de recessie wat betreft het onderwijs, media en werkloosheid. Maar wat was nu het doel van deze avond? Het doel van deze avond is om met bedrijven en burgers in Hilversum gewoon samen te overleggen. Wat is er nou aan de hand met de crisis en wat kunnen we samen verzinnen om oplossingen te vinden? De eerste keer dat we het serieus doorkregen dat we grote gevolgen zouden kunnen gaan krijgen, was toen bekend werd dat TCN, de eigenaar van het Mediapark, financiële problemen dreigde te komen. Dat was al vrij snel dat de crisis was losgebroken. Dus het was in, ik denk, september, oktober vorig jaar. We draaien in Hilversum nog best redelijk, maar je ziet nu wel dat er meer mensen werkloos worden dan vorig jaar. Dat de werkloosheid nu weer afneemt en toeneemt. En daar hebben we dus de eerste klappen van op te vangen. Ook de Hilversumse schooljeugd ondervindt de gevolgen. Leerlingen die bij ons op school zitten merken nog niet zo heel veel direct van de crisis. Zeker nog niet als ze in het eerste of tweede jaar zitten. Maar leerlingen die in de beroepsbegeleidende leerweg zitten, dus werken en leren, daar merken wij van dat die daar de eerste ontslagen vallen. En familieleden van leerlingen die geven ook aan, van leerlingen geven aan dat familieleden van hen ook ontslagen worden. En dus op straat komen en opnieuw naar school moeten. Dus leerlingen nemen zich nu voor langer op school te blijven, omdat er nog geen werk is. En ik verwacht dat dat alleen maar toe zal nemen. Welke maatregelen kunnen we nog meer van de gemeente verwachten? We zijn aan het inzetten op extra begeleiding voor mensen die in de WW komen en die in de bijstand komen. Om ze sneller naar werk te begeleiden. We hebben ook een mobiliteitscentrum in Hilversum om mensen van werk naar werk te begeleiden. Dus daar zetten we op in. En als gemeente zullen we ook een aantal investeringen eerder gaan uitvoeren. Dus rioleringswerkzaamheden, sportvelden aanleggen, een aantal monumenten opknappen. Dat levert gewoon werk op en daar hebben we deze behoefte aan. Welke maatregelen heeft u getroffen toen de gevolgen van de recessie in Hilversum merkbaar werden? Nou, in eerste instantie hebben we eens rondom gekeken waar zitten de pijnpunten precies en wat kunnen we doen. En we hebben gekeken naar wat komt er uit de provincie, wat komt er uit Den Haag, want daar zit het grote geld. En dat bleef maar uit. En we kregen wat over 18 lokale overheden kunnen toch niets. En toen zijn we samen met het college het plan gaan maken wat nu op tafel ligt. Heel met schouders onder de economische crisis. Waarin op allerlei gebieden, op ruimtelijke ordening, op sport, duurzaamheid, noem maar op, allerlei maatregelen nemen.
die er uiteindelijk voor zorgen dat we A, meer werkgelegenheid scheppen, B, mensen aan het werk houden en C, waar het echt nodig is, mensen die arm zijn, ook zorgen dat ze voldoende inkomen hebben om te kunnen blijven leven. Met deze doelstelling is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Onze uitgaanstip. Als u zin hebt in de lente, dan is dit zeker iets voor u. Vraag van de week. Is Hilversum over 20 jaar nog steeds de mediastad van Nederland? Ik hoop van niet voor Hilversum. Want het trekt toch een bepaald publiek van journalisten met een eigen leefstijl. Het is toch veel links georiënteerd. En er mag hier best wel wat meer kleurrijkere figuren in rondlopen. Ja, ik denk het wel. Ik zou niet weten waarom. Maar omdat het hier toch al plaatsvindt, denk ik er wel dat het hier zal blijven. Die van alle gezinten die ook in de media zitten. En niet in de verzuiling, maar gewoon ja, een station zoals zeg maar elk deel, provincie heeft, zoals RTV en RTV Noord-Holland. Ik vind dat eigenlijk, als het die op kant op gaat, ik het veel leuker vind. Ik denk het wel, want... Ze hebben de hele mediapark hebben ze groot gemaakt en ze hebben uitgebreid. Dus ja, dat zullen ze niet voor niks gedaan hebben. Ik denk het nog wel met alle studio's in, op het mediapark. Maar dat het toch wel weer, dat het toch in Amsterdam ook wat meer studio's zouden komen. Ofzo, omdat het dan natuurlijk ook groter wordt en anders wordt. Dus zullen zien, ik denk het wel, maar ik weet niet zeker. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee, want het is nog steeds een ramp om deze stad te bereiken. En ik denk dat steeds meer mediabedrijven daar echt zo ziek van worden. Dat ze toch naar andere onderkomens gaan zoeken. Maar ik zou het wel jammer vinden. Want Hilversum heeft die historie. Dus ik zou tegen de gemeenteraad willen zeggen, doe er nou eens een keer wat aan.